Wel, ik geef u 2 euro. Nee, ik 10 euro. Dat is het laatste wat ik kan. 10 euro, maar 10 euro voor 2. Nee, laten we zeggen 5. 5 en ik neem ze mee naar huis. Laten we afspreken 7 euro, dan is het, is het in orde voor mij. Goed, verkocht. Goed, alsjeblieft. Voilà. Een heel goede middag, Noureddin en Carlo. Ja, jullie zullen thuis denken van, wat zijn die mannen aan het doen? Wel, we zijn wat Noord-Afrikaanse cultuur aan het opsnuiven. Want deze heren van Food & Friends, zij organiseren een souk. En ze doen dat in het weekend, dit weekend, hè? Ja. Dit weekend. En wat is een souk precies? Want daar moet je mij toch eens wat meer over vertellen. Een souk is eigenlijk in het Arabisch markt. Een markt waar je van alles kunt kopen, zoals kruiden, noten. Ook is er altijd een kapper die de paarden... Op de markt. Op de markt. Het is meestal altijd een heel kleine, smalle straat, waar de winkeltjes allemaal dicht bij elkaar liggen. Waar je ook veel lederwaren kunt kopen. Eigenlijk waar de gewone lokale bevolking echt gaat winkelen. Want ik heb zo wat foto's opgezocht, gewoon souk ingegeven en dan krijg je van alles. Dit is zo'n beetje de sfeer van, van de echte souks. Die heb je in verschillende landen natuurlijk. En je ziet eigenlijk van alles. Hè. Je ziet pantoffeltjes, je ziet muziekinstrumenten, je ziet chakoschen, je ziet van alles. Hè. Dus het is wel wat anders dan de markten die we bij ons kennen. Ja. Hè? Wat zijn zo de grote verschillen tussen de markten van daar en de markten bij ons? Ja, ik denk gewoon de specerijen die gewoon echt vers zijn, die je daar in die landen vindt, die zijn gewoon heel anders. Wij zijn gewend, we gaan naar een bepaalde winkel en we kopen alles in glazen potjes, allemaal voorverpakt. En hier gaat nog alles, wordt alles gewogen nog. Dus dat is een van de grote verschillen, denk ik. En ook het bieden, wat we net hebben gedaan, is, speelt een grote rol. Want Noureddin, hoe werkt dat precies? Oh ja, degene die het verkoopt probeert zoveel mogelijk eruit te slaan. En degene die het wilt kopen probeert zo weinig mogelijk te betalen natuurlijk. Ja, maar dat hoort bij die cultuur. Ja, het is niet... dat is... Want als je het niet doet, dan vinden mensen het raar. Inderdaad. Dat is ook zo. Terwijl dus, als wij hier zeggen van, voor die tos tomaten, ik geef u een euro minder. Dan zou je zeggen, nee meneer, hier staat de prijs. Dat is wat je ervoor moet betalen. Ja, inderdaad. En daar is het toch heel anders. En in Noord-Afrika is dat een gang van zaken. Inderdaad. Maar kom je dan niet altijd zo wat op dezelfde prijs uit? Goh, dat verschilt wel hoor. Ik denk, het hangt een beetje van de koper zelf af. Hoe ver dat hem wilt gaan en durft gaan. Maar het is een beetje bluffpoker ook wel. Hè? Uiteraard. Zo wegdraaien en zeggen van, hou het teruggeroepen maar, worden. Ja. En ja, voilà. Het is wel een leuk spel alleszins. Ja. En het is heel sociaal. Hè? Je gaat echt met mensen een gesprek aan, terwijl dat als je gewoon bestelt hier bij ons. Ja, de cultuur is gewoon ook echt gebaseerd op relaties. Hè? Je hebt meteen contact met de verkoper en meestal kennen de verschillende generaties die hun ouders kennen, uw ouders. En er is een contact en er is ook heel veel aanbod. Zoals je ziet, er wordt eigenlijk heel veel van hetzelfde verkocht in die souks. Maar meestal gaat je dan ook naar dezelfde, waar je een relatie door krijgt en waar je dan ook meestal de beste prijs van krijgt, omdat je een vaste klant bent, zeg maar. Ja. En hoe zijn jullie op het idee gekomen om dat naar Limburg te halen, zo'n souk? Eigenlijk was het idee van Carlo. Wij zijn nu al een tijdje bezig met Food & Friends. Dat betekent gewoon, voor ons is het heel belangrijk eten met vrienden. Mm-hmm. Wat doen we juist? Dat is eigenlijk koken aan huis of ter plaatse. En Carlo, die heeft een echte liefde voor Noord-Afrika, Marokko, Algerije, noem maar op. Hij is met het idee gekomen en we dachten, ja, waarom niet? Dat hebben we eigenlijk hier in Limburg niet. Als je kanten van Antwerpen, Nederland, Brussel... Ja, want daar is het wel ingeburgerd en daar kennen mensen het al wel. Ja, inderdaad. Ja, ook wat wij ook graag wilden doen eigenlijk, is een brug bouwen naar andere mensen. En zeker de Belgische bevolking kennis laten maken met het goede van Noord-Afrika. En meestal komt dat gebied eigenlijk in het negatieve, zeg maar, in de media. En wij willen eigenlijk bijdragen om daar iets goed aan te geven. En is het niet door die negatieve berichtgeving al maar dat mensen zoiets hebben van, daar moeten we... Schept dat ook een beetje een drempel? Ik denk dat dan wel eigenlijk onze taak is om die drempel eigenlijk niet te hoog te laten komen. En gewoon het verschil laten zien dat we allemaal hetzelfde zijn natuurlijk. Hè.